De 6 opleidingscentra in ons land die honden trainen om blinden te begeleiden, gaan voortaan samenwerken. Daarvoor hebben ze een nieuwe federatie opgericht. Ze willen de handen in elkaar slaan om hun service naar blinden en slechtzienden te kunnen verbeteren. Raf en zijn blindgeleide hond Ami. Een onafscheidelijk team. Alles doen ze samen. Gaan werken, uit eten gaan en de boodschappen. Als ze de winkel binnen mogen tenminste. Ik ben al eens geweigerd in een schoenenwinkel omwille van het vast tapijt dat daar ligt. Dus de hondenharen, zogezegd, op de vloer. Ik ben al geweigerd in een kledingwinkel, omdat men zegt, ja, de haren komen op de kleding. Je wordt geweigerd soms in voedingszaken of in een restaurant. Overal de toegankelijkheid voor blindgeleide honden garanderen. Dat wil de nieuwe federatie van blindgeleide scholen bekomen. In de federatie zitten de huidige 6 blindgeleide centra. En verder willen ze ook meer geld, want een hond opleiden kost 15.000 euro. En de overheid subsidieert maar de helft. De tussenkomst van zowel het Vlaams Fonds die op 7.700 euro staat, als van de Franstalige kant van het land, waar het op 4.500 euro staat, maakt dat wij nog altijd moeten gaan compenseren met pannenkoekenslagen, vrijwilligerswerk. Instructeurs werken uiteraard ook niet gratis. Zij leiden een hond op in 2 jaar. En met de nieuwe federatie krijgen ze er ook meteen een hele rist collega-instructeurs bij. Een nuttige zaak. Het feit dat we kunnen samenwerken op zo'n moment, dat je ook naar je collega's toe kunt gaan omdat je een vraag hebt, omdat je met een probleem zit of iets wat je nooit meegemaakt hebt. Een blindgeleide hond werkt ongeveer 10 jaar en dan mag hij met welverdiend pensioen. Aan de voor